erkenning van de bijdrage die de seniorenburgers hebben geleverd. Dat stond vandaag centraal tijdens de viering van de Dag van de Ouderen in de bejaarde instelling Heuse Asiana. Directeur Brenda van Daal merkt op dat de positie van de seniorenburgers op dit moment niet zo rooskleurig is, maar dat deze groep toch de nodige aandacht behoeft. Als thema, het staat in het teken van de erkenning van de seniorenburgers, hun bijdrage die ze hebben geleverd aan de maatschappij en de positie die ze tegenwoordig innemen. En ik heb een beetje gesproken over deze positie, die op dit moment niet zo denderend is. We kennen allemaal de slechte economische toestand in het land. En als seniorenburger in zo'n situatie is het niet makkelijk. Vooral niet als directeur van zo'n grote huis, waar je moet zorgen voor 250 seniorenburgers, 3 maaltijden daags eten en de middelen die vaker tekort schieten. Van Daal zegt verder dat de Dag van de Ouderen vandaag 1 oktober niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Daarom is er ondanks de moeilijke situatie in het land toch een activiteit voor de senioren georganiseerd. De steeds duurder wordende prijzen in de winkels maken de kosten van levensonderhoud ook in het tehuis moeilijk, merkt de directeur op. We moeten maandelijks de eentjes aan elkaar knopen, maar ik mag niet klagen, het lukt. Naast de subsidie die we krijgen van de overheid, mogen we altijd steunen op onze trouwe donateurs, waardoor het allemaal wel rondkomt. Dus mijn toespraak stond in het teken daarvan en in dank aan wat de seniorenburgers hebben geleverd aan bijdrage aan Suriname. Tegenwoordig hebben we een broodprobleem. Het is pas opgelost, maar in de afgelopen dagen hadden we geen brood in het tehuis, waardoor we moesten opvangen met pap en soep. Maar dat is ook wel aardig gelukt. In oktober is door de Verenigde Naties in december 1990 uitgeroepen tot de Dag van de Ouderen. Het thema dit jaar is Niemand achterlaten, een samenleving voor iedereen bevorderen. Met het thema vragen de Verenigde Naties aandacht voor de bevolking ouder dan 60 jaar. Een leeftijdsgroep die in 2030 wereldwijd naar schatting 1,4 miljard mensen zal tellen.